als je ze onder je kleren krijgt. Maar die zullen je eigenlijk nooit zomaar steken. Dus als je voorzichtig omgaat met bijen en er gewoon rustig naar kijkt en er niet naar slaat, dan zullen ze je nooit steken. Hallo, mijn naam is Kina. Welkom weer bij Siniak Noord. Tijdens een bijenconferentie in Schiepblok kreeg portefeuillehouder Niels Berndsen een bijenhotel overhandigd. Ik sta hier met Geanne Beumen. Geanne, wat is er zo belangrijk aan de bij? Vandaag is het bijensymposium bij het Rotterdams Milieucentrum. En dat wordt gegeven in het kader van het jaar van de bij. En het is dit jaar het jaar van de bij, omdat het zo slecht gaat met de bijen. Want de honingbijen die we allemaal kennen uit die de honing voor ons maken, die zijn heel hard aan het uitsterven. En als we niet oppassen, dan gaan al die bijen dood. En bijen zijn heel erg belangrijk voor de bestuiving van planten en voor dus ook voor onze voedselvoorziening. Dus we moeten ons best doen om goed en respectvol met bijen om te gaan. Hoe komt het eigenlijk dat het zo slecht gaat met de bijen? Dat het zo slecht gaat met de bijen heeft eigenlijk een paar redenen. Het is aan de ene kant is het zo dat er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden in de natuur. Daar kunnen bijen niet zo goed tegen. En doordat we met bijensoorten uit Azië, die hebben we geïmporteerd zeg maar naar Nederland. Die hebben een bepaalde beestje meegenomen dat op de rug van een bij gaat zitten. En daar wordt die bij zwak van, want die drinkt het bloed op. En dan wordt een bij dus slapper en dan kan hij weer minder goed voor zijn jonge bijtjes zorgen. En met dat beestje komen ook nog eens virussen mee die de bijen extra ziek maken. En al die dingen bij elkaar zorgen er eigenlijk voor dat er gewoon dat de populaties achteruit lopen en dat het dus gewoon steeds slechter gaat. En daarom is het heel belangrijk dat wij als imkers, maar ook als gewone mensen gaan zorgen ook voor genoeg eten voor de bijen. Want ook in het voorjaar bijvoorbeeld stonden vroeger overal krokusjes en sneeuwklokjes en de bijen die werden wakker in het voorjaar. En die gingen naar buiten en die dachten, lekker, maar tegenwoordig is het zo weinig van die plantjes in de stad dat ze eigenlijk in het voorjaar bijvoorbeeld bijna niks te eten hebben. En dat is hartstikke vervelend, want dan moeten ze juist al een hele volk de jonge bijen gaan eten geven met het eten van die plantjes. Niels, wat vind je van het project Het Jaar van de Bij? Ja, ik vind het een ontzettend goed initiatief. Het zorgt voor bewustwording, niet alleen bij overheden, zoals wij vandaag als deelgemeente Noord hier het convenant hebben ondertekend. Maar juist ook bij particulieren, het meeste grond in Nederland en ook in Rotterdam. Die is natuurlijk gewoon van mensen met een tuintje bijvoorbeeld. En ook juist in die tuintjes kan nog een heel veel dingetjes gebeuren die het prettiger maken voor insecten, zoals bestuivers, zoals bijen, maar ook andere bestuivende insecten, om te overwinteren. Het is een bekrachtiging eigenlijk van maatregelen die ik in Noord al heb laten uitrollen. Wij lopen wel voor ten opzichte van andere deelgemeentes, want bij een heleboel is het nog niet zo ver. Het gaat over bijvriendelijk handelen. Nou ja, onze deelraad heeft al de ecologische hoofdroutes vastgezet. En op die hoofdroutes gaan we dus helemaal bijvriendelijk handelen. Geen bestrijdingsmiddelen meer. Zorg dat je met de beplanting rekening houdt dat er dat bijen, maar ook andere bestuivers daar hun voedsel van kunnen vinden. Veel minder maaien. Nou, veel minder maaien sowieso. Je houdt een leukere bermaan over. Ja. Er komen veel meer bloemen in. En het is goedkoper, want 22 keer per jaar maaien is hartstikke duur. Dat doe je op die ecologische bermen of stukken, doe je dat nog maar 2 jaar. Dus ook dat, in dat geval snijdt het mes mooi aan 2 kanten. Het is niet alleen beter voor de natuur, maar het is ook beter voor iedereen's portemonnee in Rotterdam. Omdat we hetzelfde kunnen doen, maar dan goedkoper. Ik hoor ook dat veel mensen bang zijn voor bijen. Ja, dat klopt. Ik weet dat heel veel mensen bang zijn voor bijen. En dat komt omdat mensen heel vaak het verschil niet kunnen zien tussen een bij, een wesp en een hommel. En een bij is niet zo harig als een hommel. Ongeveer zo groot, ja. Is niet zo harig als een hommel. Dat zijn echt die harige beestjes. En een wesp is juist heel glad en zwart met geel.
En bijen die steken eigenlijk alleen maar als je ze zo tussen je arm plet of als je ze onder je kleren krijgt. Maar die zullen je eigenlijk nooit zomaar steken. Dus als je voorzichtig omgaat met bijen en er gewoon rustig naar kijkt en er niet naar slaat, dan zullen ze je nooit steken. En daar komt ook nog bij dat wij het nu hebben over de honingbij, maar er zijn nog veel meer soorten bijen en die hebben eigenlijk niet eens een angel. Dus die kunnen niet eens prikken. En wat voor soort bijen zijn er nog meer? Wat ik net al vertelde, die honingbijen zijn bijen die in zo'n grote kast zitten. Die maken de honing voor ons. Maar er zijn ook bijen die alleen leven. En dat zijn bijen die gebruik maken van holle gaatjes om eitjes in te leggen. En eigenlijk zijn daar 200 soorten van. Met die bijen gaat het nog slechter. Dus het is eigenlijk heel belangrijk ook om in je tuin te zorgen voor holle gaatjes. En wat potjes met goede planten neer te zetten. Bijvoorbeeld lavendel of... Wat kruiden, vooral van die Italiaanse basilicumkruiden en tijm, dat doet het echt super goed voor bijen. Dat is leuk op je balkon en kan ook zo in de tuin. En dan help je echt al heel erg om de bijen beter te maken, zeg maar. Ben je ook zo op de bijenhotel gekomen? Ik ben allereerst imker, dus bij het Ambrosius Gilde. Ik heb bijen in mijn tuin. En doordat ik me zo had verdiept in bijen, merkte ik dat eigenlijk die solitaire bijen, dus die bijen die alleen vliegen, het net zo moeilijk hebben. En daarom ben ik bijenhotels gaan maken, om ook in de stad voor dat soort bijen juist plekjes te maken waar ze kunnen wonen en waar ze eitjes kunnen leggen. En eigenlijk gewoon om het allemaal een beetje beter te maken. Wat vind je van een bijenhotel? Ja, het is hartstikke leuk. Het ziet er echt, het is ook heel mooi gemaakt. Het is ook heel duurzaam gemaakt, van restmaterialen bijvoorbeeld. Dus het is helemaal goed. Het is gewoon heel goed om dat toe te voegen in het openbaar gebied. Waar komen het eigenlijk staande bij je hotel? Het komt op de Gandhi-tuin. Dat is dat stuk van de voormalige educatieve tuinen aan de Gordelweg. Wat helemaal tegen de oude Hofpleinlijn aan ligt. Dat is, min of meer wordt dat gehuurd door mensen van Transition Towns. En die vonden het een ontzettend leuk idee om het ook bij hun neer te zetten. Dus zondagmiddag 3:30, 17 juni, gaan we daar, ga ik hem officieel aan ze overhandigen. Gaan we hem even openen en dan is er ook een borrel bij. En dan zijn er rondleidingen op hun Gandhi-tuin. Want daar produceren ze voedsel gewoon voor de buurt, voor de kerk, noem maar op. Gewoon het lokale voedselproductie. Nou, dat hele educatieve thema past natuurlijk perfect bij zo'n ecologisch thema als een bijenhotel. Zwanenbabies in de Noordsingel. Bij storm en bij wind denkt hij steeds aan zijn klontje, dat vrolijke kind. De wijktijgers uit de Porvenierswijk en Bergpolder Liskwartier waren in Lantaarn Venster.
We zitten hier met Sebastiaan, we kennen hem wel van Spangas en zo. Waarom ben jij hier? Ik ben hier om deze eindpresentatie vandaag te gaan presenteren dus, van Hoedje van Papier. Ben ik gevraagd en natuurlijk doe ik daar heel graag aan mee. Het is heel erg belangrijk dat kinderen worden betrokken bij mediawijsheid, zoals we dat noemen. Dus dat kinderen erachter komen hoe media in elkaar zit, zoals journalistiek of film. Dat is gewoon heel belangrijk voor ze, want ja, je ziet het zoveel. Het wordt ook steeds meer door internet en al die apps en alles. Je moet daar maar mee leren omgaan. En op de basisschool is er echt niet zoveel aandacht voor. Dus het is heel goed dat er stichtingen zijn zoals Hoedje van Papier, die zich daar ook op focussen. En dat steun ik natuurlijk hartstikke graag, dus daarom ben ik hier. Okay. Jullie hebben meegedaan aan een journalistieke workshop, een jaar lang bijna. We hebben drie keer meegedaan, want we kwamen wat later. Oké, okay. Jullie hebben drie keer meegedaan. En hebben jullie vooral gefilmd of ook andere dingen gedaan? Gefilmd, geïnterviewd en foto's genomen. Oké, okay. En jij ook? Precies hetzelfde. Ja, en we hebben ook teksten geschreven. Oké, okay. En die teksten, waar ging dat over? Nou, over wat we allemaal hadden gedaan en waar we allemaal naartoe zijn geweest. Oké, okay. En jullie hebben ook gefilmd? Wat voor dingen filmen jullie dan? En waar? Dan gingen we een pleintje, dan ging één iemand ging dan vragen stellen en dan moest een ander iemand moest dan gaan luisteren en gaan filmen. Oké, okay, en waar ging dat over dan? Het Yoda Ida plein en wat hun lievelingsfeest is. Oké, okay, en wat was hun lievelingsfeest? Vooral Kerstmis en Sinterklaas. Oké, okay, en jullie willen later ook nog iets doen met filmen of zo, of niet? Ja, een klein beetje. Een klein beetje, wat dan? Ja, ik wil misschien journalist worden. Oké, okay, ontzettend leuk. En heb je nou ook door deze workshop meer inzicht gekregen? Dat je dat later ook echt wil gaan doen, of niet? Jawel. Ja. En jij ook? Ik wil het misschien doen. Misschien doen? Waarom misschien? Is het hartstikke leuk? Ja, maar misschien is er nog leukere dingen. Welkom bij de première van de Dijktijgers. Wat leuk jullie allemaal zijn. Vind je het zelf ook een beetje leuk? Ja! Dat is wel heel mat. Vind je het wel een beetje leuk? Ja! Oké, weet je wat? Ik ga jullie een beetje opwarmen. Want net waren jullie helemaal aan het kletsen. Nu zijn jullie stil. Volgens mij zit er nog heel veel energie in jullie. Dus ik ga er even uithalen. Wat ik ga doen, is als ik mijn handen omhoog steek, dan gaan jullie helemaal uit die dag. Helemaal klappen, gillen, juichen, stampen. Als ik mijn handen omlaag hou, dan zijn jullie stil. Oké, zullen we doen? Ja? Ik ga naar de film kijken. Tellen we z'n allen af? 3, 2, 1, go! Welkom bij de Wijktijgers, ik ben Jay. We hebben vandaag een speciale gast uit Duitsland, een architect. Hallo, ik ben Jay. Wie bent u? Ik ben Sandra. Waarom bent u? Ik ben vandaag hier om jullie iets te vertellen over het werk van een architect. Wat is een architect? Een architect is iemand die een... Als ik nu dit jaar klaar ben met stage, dus ik al 9 jaar bij TOS. Sinds wanneer bestond TOS? 26 juni 1996. Wie TOS heeft verzonnen? Dat is een hele goede vraag. Ik zou het echt niet weten wie TOS heeft verzonnen. Maar TOS bestaat heel erg lang, hè? Het bestaat nu al. Aan de oever van de Rote woont een oude ooievaar. En die koopt zijn diepvriesvisjes op de Noorderboulevard. En een eind heeft daar nog een langs de Noordplein. In het Vermanenbad was er een evenement voor multiple sclerose. Vind
Goedemorgen, ik ben Teddy van der Burg van Stichting MS Research uit Voorschoten. En we zijn in het prachtige Van Maanenbad in Rotterdam vanochtend. En we hebben hier een heel heugelijke gebeurtenis. Alle kinderen, 1000 schoolkinderen moet je je voorstellen, 1000 schoolkinderen, hebben hier een week lang voor MS Research en voor Move for MS gezwommen. En om zo geld op te halen voor kinderen met MS. Kunt u in het kort uitleggen wat MS nou eigenlijk is? Best lastige ziekte. MS is een zenuwziekte om te beginnen. En het is eigenlijk een soort kortsluiting die gemaakt wordt in de hersenen en in het ruggenmerg, waardoor je niet meer goed kan bewegen, niet meer goed kan praten en er dus heel veel last en hinder geeft in je leven. Maar het vervelendste is nog dat het niet overgaat. Je hebt MS voor je hele leven. Waarom is het nodig om geld op te halen? Wat doet de overheid? De overheid doet niet zoveel, om niet te zeggen ze doen niks. Daarom doen wij, Stichting MS Research, al ons uiterste best om geld op te halen. En dan praten we toch over 2,5, 3 miljoen per jaar wat we daaraan uitgeven. Om onderzoek te financieren naar de ziekte MS. En dat onderzoek wordt gedaan in academische centra in Nederland. En dus ook in Rotterdam. Nou, het is hier heel erg warm. Ja, ik ben helemaal te zweten zelfs. Ja. Wat vindt u van het evenement? Nou, ik vind het echt fantastisch natuurlijk dat er zoveel wordt gedaan en het ophalen van geld voor onderzoek. En daar zijn wij als MS-centrum heel erg blij mee. We kunnen dat heel goed gebruiken. Hartelijk bedankt allemaal. Oké. Nou, gaan we naar de koude ruimte. Ja, precies. Dank u wel. Is het uit te leggen aan kinderen wat het is? Nou, u heeft het gezien. We hebben net de opnames hier gehad. De kinderen wisten heel goed waar ze het over hadden. En de kinderen weten 3 dingen. En dat is het belangrijkste. Wat MS is, dat het een zenuwziekte is, dat het nooit meer overgaat en dat het heel belangrijk is dat we er aandacht voor aan besteden. Nou, wat meer wil je hebben met 1000 schoolkinderen? Dank u wel en heel veel succes. Dank aan u. Mijn naam is Ruti Delwal. Ik ben organisator van Locatoco Pictures Show. Daar ben ik nu een flink aantal maanden mee bezig om een voorstelling op te zetten die cabaret, film en eten combineert. Dat concept komt uit Amerika en ik ben daar een paar maanden geleden op vakantie geweest en zo verschrikkelijk enthousiast geworden over dat hele gebeuren dat ik dacht, nou, dat wil ik in Nederland op gaan zetten. Ben ik druk mee aan de slag gegaan, cabaretiers gezocht en natuurlijk theaters benaderd. Hoe moet je dat nou in godsnaam doen? Want daar had ik echt geen idee van. Intussen dus wel. En nu mag ik 2 try-outs gaan geven in de Kloosterbioscoop in Rotterdam-Noord. En dat is 22 en 23 juni. En ik hoop natuurlijk dat het een enorm succes gaat worden en dat ik het daarna door heel Nederland mag gaan rondspelen. Maar daar moet ik nog even wachten. Ik zie je graag verschijnen. Wij waren ook aanwezig bij de avondvierdaagse. Mijn naam is Marieke Wetstein, ik ben coördinator van de Noordvierdaagse. Mom! Wij zien het hè! Hoe is dat eigenlijk gekomen, deze vierdaagse? De deelgemeente heeft ooit besloten dat het leuk was als er een avondvierdaagse speciaal voor Rotterdam-Noord zou zijn. Mm-hmm. Zodoende zijn zij ooit 6 jaar geleden begonnen met het organiseren van de avondvierdaagse. Hi, onder de begeleiding mag ze meelopen wandelen vandaag? Ja? Ja. Hoe vind je het om mee te wandelen vandaag? Ja, leuk. Wel leuk? Ja? Leuk. Leuk? Ja. Hoeveelste keer doe je mee? 5. De 5e keer? Ja. Heb je ook een medaille gekregen? Zei je? Heb je ook een medaille gekregen? Nee, die krijg je niet. Oké, waarom doe je mee? Omdat ik het gezellig vind om te wandelen. Gezellig? Het is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, dus feitelijk de basisschoolleeftijd. En wat is het idee hierachter?
Een belangrijk speerpunt van het Noord eigenlijk is ook gezond gedrag. En ja, wandelen lekker met z'n allen, dat is gezond gedrag. Jij gaat lopen voor de Magriep. Ja? Vind je het leuk om te wandelen? Ja, dan gaat het school. Ja. Met hoeveel kindertjes zijn jullie hier vandaag? We zijn hier met ruim 20 kinderen. Tenminste, van groep 3. Maar we zijn met de hele school, dus we zijn met heel veel. De hele school? Ja. Met heel veel. En hoeveel kilometer gaan ze lopen? 2,5. 2,5. Ja. Dat is nog te doen. Jawel. Ja. En lekker veel zingen, dus we gaan er tegenaan. Zesde keer? Ja. Dus je hebt al 6 medailles? Ja. Verdien je schouderklopje. Ja, hè? Oké, okay, leuk. Doei. Doei. Kunstretraite in het klooster. Nikki Eckhart, ik ben van Vormstudio Noord. Dit doe ik samen met Niels Storm. Dat is mijn collega die mede exposant is ook hier. En wij organiseren hier deze expositie omdat wij zelf heel veel interesse hebben in kunst. En ook in het kunstgebeuren willen en kunstuitleen willen gaan doen om de kunstenaars, vooral de kunstenaars uit Noord, maar ook van de omgeving natuurlijk, ook een stukje meer in het algemene te brengen. We zitten hier in een hele mooie binnentuin om ook een volgende keer te kijken of er ook buitenwerken geëxposeerd kunnen worden. En ja, want ja, de entourage hier is in ieder geval goed in het klooster. Deze expositie in dit wijkgebouw, heeft u daar een speciale keuze voor gemaakt? Of? Een speciale keuze, wel dat het kleurrijk is, omdat het een hele goede lichtval is hier. En het is een leuk gebouw om te exposeren. Ja, het lichtval is enorm mooi hier, hè? Dat is echt een meevaller. Ja, dat is prachtig hier, ja. Heeft u al reacties gehad? Ik heb hele goede reacties gehad, ja. Veel ook over het kleurgebruik wat ik heb. Ja, het zijn hele heldere kleuren, heel contrasterend. Hoeveel werken hangen hier? Hier hangen 10 werken van me. Ja. En het leuke is natuurlijk dat het publiek vrij toegang heeft hier. Verwacht u er veel van? Ik heb goede reacties ervan. De mensen vinden het allemaal heel erg leuk wat ze hier zien. Dus ik blijf ermee doorgaan. Oké, we gaan gauw nog even verder kijken. Bedankt. Dankjewel. Ik ben Kees Bukers. Ik zit al een kleine 30 jaar in Rotterdam te wonen. Ik ben beeldhouwer. Ik kan eigenlijk niks anders dan dat. Het liefste doe ik dat in de openbare ruimte. Ook hier in Rotterdam. Er staan wel wat werken van me. En ik maak ook wat kleinere dingen. Die zijn dan meestal in hout. Bij mij is het materiaal echt hout en steen. En dan vooral graniet. En... De voorbereidingen,
de uiteindelijke uitwerking, ja, dat is wat je hier een beetje ziet. Ik ben Niels Storm en van vormgever van Vormstudio Noord, de organisator van het geheel. En omdat we heel kort dag hadden met de organisatie, ook hangend kunstenaar in dit geheel. Achter u hele speciale foto's, zullen veel mensen aanspreken. Formule 1, denk ik. Formule 2. Formule 2. Ja. Ik was dit weekend in Spa-Francorchamps, dat was een historische race. En daar zijn deze opnames gemaakt. En ik had zoiets van, die willen we wel even meenemen voor dit. En ze hangen hier nu. Het is niet helemaal mijn dingetje. Architectuur is meer mijn ding, maar ik kwam er tegen. En dat leuk om te doen. En om te proberen. Ja. Ja, het zijn hele mooie platen. U zegt meer architectuur. Ik heb ook Madrid zien hangen. Ja, klopt. Dat is mijn dingetje. Ik ben wel architectuurliefhebber. Vandaar die opnames in Madrid dan in dit geval. Maar er komen ook meer loslopende projecten op mijn pad. En die vind ik ook leuk. Maar het hoofdding is architectuur altijd. Toch vreemd. Ik had eerder Barcelona dan verwacht. Ja, ben ik ook geweest. Maar Madrid heeft meer een uitstraling en een sfeer. Barcelona is ook leuk, maar is meer toeristisch. En dit is meer echt een stad, een metropool. En dat is, vind ik erg interessant. Vandaar ook die foto's van Madrid en niet van Barcelona. Ja. Architectuur, in brede zin, doet u alle gebouwen, hoog, laag? Liefst stadslandschappen. Ik ben zelf ook wel een panorama-freak. Ik maak heel graag panorama's van stadslandschappen, maar ook van steden. Liefst een hoogbouw. En die hangen hier nu niet, maar dat is misschien voor een vervolgend keertje. Maar stadslandschappen, het beeld wat een stad oproept, dat spreekt mij zeer aan. En om dat weer te proberen geven, dat is wel een uitdaging, maar dat vind ik wel heel spannend. Ja. Dit was het weer voor deze keer. Als u de filmpjes terug wilt bekijken, dan kunt u gaan naar www.signacnoord.tv, YouTube, Twitter of Facebook. Als u een filmpje wilt uploaden, kunt u dat doen door te gaan naar www.rotterdamnoordtv. Tot ziens!